Goeiedag, het was deze zondag best wel een winderige zondag. Verder wel ook zon- en wolkenvelden. Zoals hier mooi op de foto is te zien in Amsterdam. De komende dagen krijgen we met minder wind te maken. Maar het weerbeeld blijft wel enigszins wat onbestendig. Hoewel de maandag er best heel goed uitziet. Laten we maar eens gaan kijken naar de weerkaarten van vandaag. Zondagmiddag een laag drukgebied boven de Noordzee. Een zuidelijke stroming in onze omgeving, zuid-zuidwest. En dat leverde hier en daar nog wel een buitje op. Maar er waren ook wel perioden met zon en morgen. Dan is er ook ruimte voor de zon. Veel ruimte voor de zon. En kan er in de loop van de dag wel een enkel buitje gaan ontstaan. Dat is dan wel vooral voor het zuidoosten van het land, zover we dat nu kunnen gaan inschatten. Nou, laten we dan eens gaan kijken wat er vanaf dinsdag gaat gebeuren. Dat is een situatie met een lage drukgebied bij Ierland. Dat trekt geleidelijk aan wat meer naar het zuiden toe. En boven het zuiden van Duitsland en de Alpen gaat dan langzaam maar zeker ook een lage drukgebied ontstaan. Dan zien we ook dat het weerbeeld actiever wordt. Tegelijkertijd gaan de temperaturen ook omhoog, waardoor het onstabiel kan gaan worden. Dat betekent dat er dinsdag ook weer wat buien over gaan trekken later op de dag. En woensdag ja, dan worden de buien nog wat actiever als dit lage drukgebied dominant gaat worden. De timing van die buien op woensdag dat is nog wel een beetje lastig. Dat zou in de avond kunnen zijn, woensdagavond, maar misschien ook pas in de nacht van woensdag op donderdag. Maar het gebeurt wel allemaal bij temperaturen die ruim boven de 20 graden liggen. Dus wat dat betreft krijgen we echt wel te maken met warme lucht en ook een zonnige periode, maar ook die buienstoring dus. Die trekt dan over en dan donderdag zien we dat er veel activiteit is in het Alpengebied en boven Frankrijk door dat lage drukgebied. En dan komt er langzaam maar zeker een verschil. We zijn hier aan het kijken naar het Amerikaans model. Het Europees model laat dat lage drukgebied eigenlijk uiteindelijk veel minder actief zijn. En dan komt er vanaf vrijdag een noordoostelijke stroming op gang. En die brengt steeds drogere lucht onze kant op. Ook al omdat er dan een hoge drukgebied gaat ontstaan boven de Noordzee. Het Amerikaans model is daar nog niet zo zeker van. Die laat dus vrijdag veel neerslag zien boven een groot deel van Nederland. En als we dan kijken naar de kaart van zaterdagmiddag, dan is het nog steeds zeer onbestendig weer in centraal Europa. Daar kan echt veel water gaan vallen. En in Nederland ja, zijn er toch ook nog wel buien mogelijk volgens dit model. Maar ik gaf al aan: het Europees model is wat gematigder. Houdt dat lage drukgebied veel zuidelijker. En dat komt omdat er een hoge drukgebied boven de Noordzee tot ontwikkeling gaat komen. Dat is eigenlijk een gordel van hoge druk ten noorden van ons land. En die onderdrukt die lage druk-invloeden. En daardoor zouden we dus zaterdag en zondag best heel aardig weer kunnen gaan hebben in Nederland. Het Amerikaans model is duidelijk wat gematigder en laat dan toch ook wat meer buienactiviteit zien, wat meer wolken en ook lagere temperaturen. Goed, we gaan eens naar kaartjes kijken. Allereerst voor maandag. Dat ziet er eigenlijk prima uit. Flinke zonnige periode. In het zuidoosten houden we rekening met die enkele bui. En dat wordt 17 tot 19 graden. En dat alles bij een matige wind uit het zuiden. Veel minder wind dan vandaag. Gaan we de dagen daarna bekijken, dan zien we dinsdag dat die buienkans wel weer wat groter wordt, maar wel met hogere temperaturen. En voor de duidelijkheid, die buien zijn pas laat op de dag. Heel lang is het gewoon rustig weer met zonnige perioden. Woensdag, dat is die lastige dag. Dan gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. Misschien wel 25 graden in het noordoosten, zomerse temperatuur. Met dus die kans op onweersbuien. Maar ook dan zeg ik weer: dat is pas laat op de dag. Afhankelijk is het redelijk rustig weer. Met mooie zonnige perioden kan er lang van het weer genoten worden. Komt wel meer bewolking natuurlijk tot ontwikkeling. En uiteindelijk moet dat dan resulteren in onweersbuien, die of in de avond vallen of in de nacht na donderdag. Als ik dan eventjes de donderdag aan de andere kant ga zetten, dan zien we hier toch ook nog wel wat buien ingetekend. Um, ja, dat kan in de ochtend best zo zijn, maar het andere model, het Amerikaans model, die laat die buien zien. Maar het Europees model is veel gematigder al in de loop van donderdag. En vrijdag komt het Europees model zelfs met een vrijwel droge dag, terwijl we hier nog even het Amerikaans model zien. Temperaturen 19 tot 23 graden, hier ook boven de 20 graden in het grootste deel van het land. Dat zijn dus eigenlijk allemaal warme dagen en temperaturen die iets hoger zijn dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dan pak ik de temperatuurpluim erbij van het Europees model. En dan zien we inderdaad die hoge temperaturen terug. Vanaf dinsdag voor het midden van het land, toch echt wel kans op die 20 graden. En dat kan zomaar in het weekend ook doorgaan. Best wel veel marsje ook eh, rond de rode lijn, onzekerheid. En dat is met name op die donderdag te zien. En dat hangt heel erg af van wanneer en hoe laat de buien vallen. Die dus in de nacht van woensdag op donderdag vallen. Of al woensdagmiddag. Want dat betekent ook dat de bewolking langer blijft hangen. Dat beeld voor de vrijdag, daar zien we ook die onzekerheid. Komt dan toch dat lage drukgebied iets noordelijker? Dan zou je toch met meer bewolking zitten en dus een gedrukte temperatuur. Wat aardig is om te laten zien, de kans op een zomers- en tropische warmte voor regio Noordoost. Nou, tropische warmte, daar is natuurlijk geen sprake van. Maar hier op woensdag, donderdag en vrijdag zijn er toch wat oplossingen die voor 25 graden gaan in het noordoosten van het land. Toch wel even leuk om te laten zien. We hebben dit jaar nog geen 25 graden gehad. Dan gaan we kijken naar de neerslag. Ja, die is ook vrij grillig. Die laat toch wel heel duidelijk zien, die dinsdag, woensdag en donderdag, dat er kans is op neerslag. Die dinsdag, dat is dan vooral die buien die uh, met name in het zuidoosten kunnen gaan vallen. Hier zien we toch ook dat de regio midden misschien daar iets van mee kan pakken. Woensdag en donderdag de zwaardere buien. En dan vrijdag en in het weekend, dan uh, is de buienkans klein volgens het Europees model. Zou ik hier ook een pluim van het Amerikaans model laten zien? Dan zien we vooral ook op vrijdag en zaterdag dat die kans echt wel wat groter is. Kortom, we gaan een warme week tegemoet met temperaturen van 20 graden of hoger, met uitzondering dan van de maandag. Dat is echt wel lenteweer met zonnige periode, maar het is wel onstabiel lenteweer. Er komen ook diverse buien. En als we het dan toch over buien hebben, wil ik u deze foto ook niet onthouden. Mijn collega Wouter van Bernenbeek is in de Verenigde Staten. Hij is aan het chasen op tornado's. Nou, hier zien we een beeld van hem. Dat heeft hij eerder dit weekend gemaakt. Deze foto is van vrijdag zelfs. Hij heeft dus tornado's gezien en hij heeft heel veel foto's gemaakt. Het is allemaal veilig afgelopen voor hem. Uh, maar er zijn best wel heel veel uh, schades gerapporteerd door tornado's. Nou, ik heb een artikeltje op de website gezet van Weerplaza. Als u nu meer foto's wilt zien en ook wat bewegende beelden van de tornado's die Wouter heeft gezien en ook mijn andere collega Wilfred Jansen. Dan moet u echt eventjes gaan kijken naar weerplaza.nl. Voor de duidelijkheid: ik verwacht geen tornado's in Nederland komende week. Nog een fijne dag.